Hij staat aan. Goedemorgen allemaal. Ik begin even met een vraag. Wanneer heb je in een vierkante kamer 6 muren? Altijd. Altijd. Vertel. Een dak, vloer. Precies, een dak en een vloer. Als je nou gaat kijken naar hoe dat eruit kan zien, ziet het ongeveer zo uit. Maar Pepijn, die gaan we zo even aanzetten voor mij. Hoop ik. Ah, hij wordt zo wel aangezet. Dit was nog niet helemaal, maar het was vorig jaar, eind van de zomer, en toen heb ik de mooie kans mogen hebben om in een gewichtloosheid ervaring te gaan zitten. Dus ik ben een paraboolvlucht gaan maken met een vliegtuig. En dan maak je elke keer mee dat je eventjes gewichtloos bent. 16 keer heb ik een halve minuut gezweven. Gewichtloos beweeg je dan door een ruimte. En dan is het in één keer echt zo dat je 6 muren hebt. Want je kunt je kwartslag gaan draaien en dan is de hele ruimte volledig anders. Doe het maar eens met je hoofd. Ja, dat is heel raar. Als je dan dat nog een keer doet, sta je in één keer op de kop. En als je op de kop staat, dan is het zo dat een tafel nog een oppervlak heeft waar je iets aan vast kunt maken. Want je moet het daar wel gaan vastmaken. Ondertussen is Pepijn druk bezig om het werken te krijgen. We hebben een beetje pech met de techniek. Kan Pepijn niks aan doen. Tegelijkertijd is het wel handig om dadelijk mijn sheets te hebben. Dus ik... Want anders, dat voegt namelijk wel wat toe aan mijn verhaal. Ik mocht dat meemaken, omdat ik bij de Singularity University was. En hier zit dan de video. En dat is iets anders. We gaan even kijken met een pijltje. Juist. En dan kan je hem links onderaan op play drukken. Super. Niet flauw bedoeld hoor. Dit was dus de gewichtsloosheid ervaring. Dan zie je hoe je gewichtloos bent. Nou ja. Was ik daarbij? Ja, daar was ik zeker bij. Dat ga je nu zien. Oh! Dat is echt een geweldige ervaring. De eerste keer dat ik dat deed, ja, dan moest ik me gaan opdrukken. Nou ja, ik kan me op zich wel opdrukken. En dat deed je dus. Man, je stoot in één keer je hoofd tegen het plafond. Want ja, je hebt helemaal niet in de gaten hoe dat normaal werkt. Dus je ziet hier een aantal fragmenten van hoe wij samen met z'n allen zweven. Gewichtloos zijn. En dat heeft mijn perspectief ook heel erg veranderd. En als je dus gaat denken aan die 6 kanten die je dan in één keer hebt, daarin heb ik ook 6 lessen verbonden. En dan komt de foto die we net zagen, die komt wel van pas. Dit is in, wie weet waar dit is? Niemand? Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Daar was ik 2 weken geleden. Het is een beetje een gevaarlijk gebied nu. Het zit dicht aan tegen de burgeroorlog. De ambassades zijn allemaal dicht geweest, er zijn veel aanslagen gepleegd. En dat laat ons iets zien. En kijk, als we zien hoe wij hier met z'n allen leven, dan hebben we echt geluk. Wij hebben zoveel mazzel. In Jemen is het zo dat 35% van de vrouwen, die kan wel lezen en schrijven. Ongeveer 3/4 van de mannen, die is geletterd, maar voor heel veel zijn ze dat niet. Mag ik dit naar de volgende pijn? Hier zie je een stukje van de markt. En dan kun je dit moeilijk zien, maar deze auto, ik kwam vanaf deze kant binnenlopen. En deze auto die had, dat zien we normaal wel eens in een Donald Duck, die stond op een paar steentjes en zo. En dus vanuit de achterbak van die auto werd gewoon gehandeld, dus dat was dan je winkeltje. En dan zei je wel te kijken van, ja, dit is een heel ander type maatschappij eigenlijk. In de maatschappij zoals wij hem kennen, waar we altijd gewoon een winkel hebben en je hebt openingstijden, je hebt sluitingstijden, dat werkte heel erg anders daar. Ongeveer 2,5% wordt ouder dan 65. 2,5% van de mensen, moet ik eigenlijk zeggen, dat is beter gezegd zo, die zijn ouder dan 65 op dit moment. In Nederland is dat natuurlijk een heel andere verhouding. Wat je ook ziet, is dat er anders wordt omgegaan met kinderen bijvoorbeeld. Hier zie je een jongetje,
En dus nog niet eens kinderarbeid, dat heb ik zelf met mijn eigen ogen gezien. Maar dit jongetje is kindsoldaat, dat is één. En is tegelijkertijd kat aan het kouwen. Kat, dat is... zo zeg je dat altijd in Engels. Ik weet niet precies hoe je het in Nederland zegt. Quat of zo, volgens je. Toch Jan? Kijk Jan even aan. Oh, Jan weet ook precies. Ik denk, daar hebben we de expert zitten, maar... Die is dus een kat aan het kouwen. En wat je daar ziet is dat heel veel mensen kat kouwen. Het verbouwen van kat vraagt zo ongelooflijk veel water. Dat Sanaa de eerste hoofdstad gaat zijn. In 2017 al, die zonder water komt te zitten. Er is dan gewoon geen grondwater meer aanwezig. Dat wordt ook nog eens een keer gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid. Want die betalen veel olie. Of die betalen zeg maar mee aan de olie. Om dus water naar boven te kunnen pompen. De stad groeit met 7% per jaar. En dus het is een van de snelst, eigenlijk de snelst groeiende wereldstad of de hoofdstad ter wereld. En tegelijkertijd zitten ze over een paar jaar al zonder water. Nou, goed, je ziet kinderarbeid. En kinderarbeid, dat raakt me wel. Ik ben zelf opgegroeid met 23 pleegbroertjes en zusjes die bij ons thuis woonden. En die kinderen die kwamen ook uit een situatie die niet wenselijk is. Die niet veilig is voor hunzelf. Waarbij ze worden ondervoed, mishandeld. En dan kijk je weer naar jezelf en denk je, man, hey, ik heb mazzel. En zo zitten we hier allemaal. We hebben allemaal echt ongelooflijk veel mazzel. Dat we de kans hebben gekregen die we hebben. En dat het dus heel goed met ons gaat. Tegelijkertijd, het ging niet altijd even goed. Dit ben ik ook. Een andere foto, een keer van mezelf. Ja, je ziet dus dat het genomen in de Maartenskliniek. En hier zie je een stuk boor. En twee schroeven. Eén schroef is al ingekapseld. Want dat is van een van mijn eerste heupoperaties. Ik heb er in totaal 8 gehad inmiddels. 8 heupoperaties, vanaf mijn 6e zo'n beetje, tot aan mijn 18e. Elke 1,5 jaar had ik een heupoperatie. En dan zit je dus daarna in een rolstoel. En nou, je moet weer opnieuw leren lopen. En op zich een keer leren lopen hebben we allemaal gedaan, hè, de eerste keer. En ja, dan nog eens een keer moeten doen. En nog eens een keer, en nog eens een keer. Nou, ik heb ondertussen het jubileum gehad om 10 keer opnieuw leren lopen. Dus het was wel daar natuurlijk. Hè? Maar wat je ook ziet, is dat het dus alleen maar gaat lukken als je het zelf doet. Je moet het zelf willen. Artsen zeiden tegen mij toen ik een jaar of 12 was van, joh, die ziet er niet goed uit. Ik zou waarschijnlijk in de rolstoel gaan eindigen. Maar toch, zeggen we ja. We gaan gewoon hard oefenen. Hè? Dus ik heb keer op keer op keer hard geoefend. En na een tijdje was het zelfs gewoon 3 keer per dag dat ik gewoon per se wilde trainen totdat mijn spieren helemaal niks meer konden. Nou, je moet je het maar eens gaan voorstellen als je been zo moe is dat je hem niet meer kunt optillen. En dat je dan nog eens een keer 3 kilometer naar huis moet fietsen. Nou, als je je been zelf niet meer kunt optillen, dan moet je dus met je handen al eens maar de fietsbeweging gaan maken. Dat is een hele leuke exercitie. Als je een keer moe wilt worden, dan raad ik je dat aan. Maar je kunt dus alleen maar iets laten gebeuren als je het zelf laat gebeuren. Als je een verandering teweeg wil brengen, ja, op welk gebied dan ook, dan gaat het alleen maar gebeuren als jij dat gaat doen. Tegelijkertijd kun je het niet alleen. En hier zie je een vriend van mij. En het is een andere situatie eventjes. Het was... 7 juli 2007, dus de 7e van de 7e in 2007, om 7 uur 's avonds landde ik in Kenia, Nairobi. En de volgende ochtend om 8:30 zat ik achter in een auto en werd geramd door een bus. De auto is gaan spinnen, we zijn geramd door een andere bus, andere auto moet ik zeggen. We zijn tot stilstand gekomen, ik ben uit de auto gehaald, ondertussen beroofd, naar een ziekenhuis gebracht, daar gereanimeerd. Toen hebben ze me naar een ander ziekenhuis doorgebracht, omdat ik ook nog eens een keer begon over te geven terwijl ik nog bewusteloos was. En dat duidde druk in de hersenen. Er waren 3 slagaderlijke bloedingen in mijn hersenen. Nou, dat kan een tijdje goed gaan, maar niet al te lang. Dus ze hebben daar ook meteen een hersenoperatie gedaan. Dus ze hebben mijn schedel opengemaakt van hier tot daar. Ongeveer 20 centimeter hebben ze opengevreesd. Dan ga je aan de zijkanten van de vrees ga je drukken totdat je schedel eigenlijk openspat. En nou, toen konden ze dus erbij om het bloed eruit halen. De gevolgen, ja, die waren best wel intensief. Zo zou ik het
het beste denk ik kunnen omschrijven. Ik kon in het begin niet meer lopen, niet meer lezen, niet meer schrijven, eigenlijk niet meer praten. Ik kon niet meer rekenen, ik kon geen muziek meer spelen. En ja, wat ga je dan doen?